We gaan straks verder met het tweede debat. Het woord viel al bibliotheek. Daar gaat het volgende debat over. Maar eerst weer een stukje zendtijd voor politieke partijen. Ja, het CDA die wil gaan voor betaalbare woningen. Voor woningen voor jongeren, starters, senioren en kleine huishoudens. Wij willen ook gaan voor een zorgzame maatschappij. We willen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. En actief deel kan nemen aan de samenleving. We willen ook de dorpen leefbaar houden. De dorpsvoorzieningen willen we graag in stand houden. Dorpshuizen, sportvoorzieningen, bibliotheken en zwembaden. We willen ook ruimte geven aan ondernemers. Wij vinden dat de houding bij het beoordelen van plannen ja en bits moet zijn en niet nee tenzij. En zo willen we ook ruimte geven voor bedrijven en organisaties om met nieuwe ideeën te komen. Gaat u zitten. Ik had hem beloofd. De bibliotheek, daar gaan we het over hebben. Nieuwe partijen aan tafel en ook een nieuwe praktijkdeskundige. En dat is Astrid Dijksterhuis van Bibliotheek Ruinen bent u. Daar werkt u als coördinator, hè, begreep ik. Ja. Leuk werk? Heel leuk werk. Ik hoorde net zeggen, bibliotheek is heel belangrijk, maar we bezuinigen er wel op. Ik ben heel benieuwd naar uw verhaal. Ja. Nou, 27% van de bevolking is lid van de bibliotheek. Vorig jaar zijn er 160.000 uitleningen gedaan. En er zijn 6200 leden. Dus de bibliotheek, er worden minder papieren boeken gelezen, maar het is nog steeds een heel belangrijk instituut in de samenleving. En daarom zit ik hier. Er is al heel veel bezuinigd en om te vragen om dat te stoppen. Stop met de bezuinigingen, ja. Is mijn verhaal. En nu, u zei er zelf al iets over, hè? Mensen gaan minder naar de bibliotheek, lenen misschien minder traditionele boeken, maar doen daarentegen wel weer andere dingen bij de bibliotheek. Het aantal gebruikers van de bibliotheek, blijft dat dan een beetje gelijk of verandert dat toch ook? Het neemt heel langzaam iets af, omdat iedereen heel druk is met werken en zijn schermpjes. En toch blijft er een vaste groep komen. Ja. Die zal altijd blijven komen. En daarvoor wilt u dat er niet wordt bezuinigd. Ja, maar als we hebben ook leesprojecten bijvoorbeeld voor scholen. Er wordt heel druk gewerkt op scholen. Maar als kinderen geen grote woordenschat hebben, kunnen ze ook niet goed hun schermpjes bedienen later en werken. Ja, lezen op scholen. Zijn er nog andere dingen die u als bibliotheek doet om bij te dragen aan het bevorderen van het lezen? Ja, lezen ook de zelfredzaamheid van burgers. Dus als je niet mee kunt komen omdat je niet goed kunt lezen, schrijven, rekenen, dan kun je terecht in de bibliotheek bij het taalpunt. En voor mensen die nu kijken, luisteren en je bent een van die mensen, ga naar de bibliotheek. Je kunt hulp krijgen. Ja. Hoeveel is er bezuinigd op uw bibliotheek, concreet in Ruinen? Ik ben niet van beleid. Dat weten we niet precies. Maar wat merkt u daarvan? Want u zit daar in de. Nou, dan merkt u er als het goed is iets van die bezuiniging. Wat merkt u precies? Ik merk zelf heel hoge werkdruk. Heel veel doen in korte tijd. En we hebben in de bibliotheek iets van ruim 50 vrijwilligers. En dan heb ik het alleen nog maar over bibliotheken, over vrijwilligers in de bibliotheken. De vrijwilligers voor projecten, en dat zijn er heel veel. We hebben bijvoorbeeld een meeleesgroep, mensen die in de bibliotheek ter plekke lezen en wat doet het met je. Maar we hebben in Ruinen ook een groep buitenlandse vrouwen die niet veel het huis uitkomen en die dan de Nederlandse taal oefenen. Mogen geen mannen binnenkomen, echt voor de vrouwen. En waar komt die werkdruk dan door, die vergroot wordt? Want als u met vrijwilligers werkt en er is minder geld, een vrijwilliger blijft even duur, zal ik maar zeggen. Ja, dat is waar. Ja. Maar de werkdruk komt heel praktisch, dat je heel veel moet doen in korte tijd, omdat er steeds meer bezuinigd is. En daarom zit ik hier vanuit de praktijk dit verhaal te houden. En van wie van de mensen aan tafel? Mag ik nog even iets zeggen? We hebben ook cursussen voor beginners. Want er is altijd een groep die denkt van die computer hoef ik nog niet. Het zal mijn tijd wel duren. Er is altijd een groep die dat ook wil gaan doen. Dus dat moet ik nog even zeggen. Volgens mij heeft u heel veel verteld over wat de bibliotheek doet. Dus dat doet u hartstikke goed. En nu het politieke stuk. De bezuinigingen op de bibliotheek. Nou, u zit aan tafel nu bij mensen die erover gaan. Van wie wilt u als eerste iets horen? We hebben D66, Albert Haar, gemeentebelangen, hebben we zitten en het CDA. En nu de keuze. Gemeentebelangen wil ik horen hierover. Ja. Jan ter Kater, mag beginnen. Ja. Ik had het al verwacht. Ja, want collegepartij. Ja. Dus we beginnen altijd bij die collegepartij. Ja, u was toch verantwoordelijk de afgelopen 4 jaar? Het college heeft dat allemaal gedaan. Ja. Nou, wij hebben een jaar of 4 geleden een hele bezuinigingsronde gehad. En daar is niemand zonder kleerscheuren uitgekomen. Hè. We hebben Stichting Welzijn. Alle instanties zijn daarbij aan de orde gekomen. En ook de bibliotheek. En toen, Hoeveel is er bezuinigd op de bibliotheek? Toen is er gezegd 180.000 euro bezuinigd op de bibliotheek. En dat is een enorm bedrag. Want dat is op hoeveel geld? Waar praten we over? Ik weet niet hoeveel als het totaal is, maar ik dacht iets van 480. Ja. Op 480. Ja. Dus daar is een 180 van
vanaf en dan zit je op 3 ton. Ja, ja en nu, nu blijkt dat dat heel lastig is, zeg maar. En toen is dat ook teruggedraaid naar 60.000 euro. Hè. Dus nu moet er nog 60.000 euro bezuinigd worden. Overigens is ook dat nog weer terug naar voren geschoven, zeg maar. Dus op dit moment... En er is nog een bijdrage van de provincie gekomen. Dus in die zin is er op dit moment volgens mij nog niet eens zoveel aan de hand. Maar wij vinden wel, als het gaat over betrouwbare overheid, dat het ook zo is als je iedereen vraagt om een bijdrage te leveren in de bezuinigingen. En als dan degene die daar wat langer mee wacht, wat overigens best te begrijpen is, want nou, het is nogal wat als je zoveel moet bezuinigen. Maar dan kan het niet zo zijn dat iedereen zijn bezuiniging heeft gedaan. Dat we dan aan het eind van de rit, als de economie weer beter is en we hebben het geld weer, dat we dan tegen één partij zeggen van nou, nu u nog niet bezuinigd hebt, dan poetsen we het allemaal maar van tafel. Gemeentebelangen is van de betrouwbare overheid. Dus u wilt vasthouden aan die bezuiniging van 60.000 euro die wij er nog ligt? Wij vinden eerst dat de beweging, die de bibliotheek naar school, niet meer, en daar is de bibliotheek ook heel goed mee bezig, hè, dat weten we. Die bewegingen, dus de nieuwe type bibliotheek, zeg maar, dat die op gang komt. En dan gaan we dan nog eens even kijken hoe de vlag erbij hangt. Oké. U mag tussendoor even reageren. Of, maar ik hoor graag ook straks de politieke partijen. Want ja. Mensen moeten vooral weten op wie kunnen ze niet stemmen. Deze meneer zegt, we hebben onze bezuiniging nog niet gedaan. Maar er is al eerder heel veel bezuinigd op de bibliotheken. Ja, en dan gaan we een hele oude koe uit de sloot halen, zeg maar. Want in het verleden is er bij iedereen heel veel bezuinigd. En als we ook dat allemaal moeten terugdraaien, dan blijven we bezig met elkaar. Dat is niet zo. We hebben in het verleden al met elkaar afspraken gemaakt. Dat was 180.000 euro. Dat is voor een deel is dat teruggedraaid. Andere bezuinigingen voor andere instanties zijn ook niet teruggedraaid. Dus we vinden wel dat we wel een betrouwbare overheid moeten zijn. En niet degene die het langst wacht, dat die niet meer meedoet. We beginnen even met überhaupt de 60.000 euro, zal ik maar zeggen, die er nog ligt. Hè, de huidige bezuiniging. Wel benieuwd of de andere partijen ook vinden dat die bezuiniging nog steeds door de bibliotheek doorgevoerd moet worden. Ondanks het verhaal dat hier verteld wordt door mevrouw Dijksterhuis. Wij zijn het daar niet mee eens. Want wij... wij vinden dat je eerst gewoon een goed plan moet hebben voor de toekomst. Van hoe ga je die bibliotheek nu invullen voor de toekomst? En zoek daar dan het geld bij. Hoeveel geld heb je dan nodig om dat goed draaiende te houden? Dus u wilt ook in eerste instantie ook vasthouden aan die bezuinigingen? Ja, daar hebben wij ook wel moties en amendementen over ingediend. Helaas hebben die het niet gehaald doordat gemeentebelangen en VVD daar tegen stemden. Maar alle oppositiepartijen waren daar wel mee eens. Om die bezuiniging ook van tafel te halen. Want op het moment dat die bezuiniging werd geëffectueerd of besluit daarover werd genomen, was er nog geen visie voor de bibliotheek beschikbaar. Van welke kant gaat het op? Want ik begrijp best wel van doordat de maatschappij verandert, verandert ook de functie van die bibliotheek. Een aantal bibliotheken zitten nu nog in eigen gebouwen. Dat zou je kunnen integreren door bijvoorbeeld zo'n bibliotheek te plaatsen in een dorpshuis. Maar of begrijp in een school. Ik probeer het goed te begrijpen. U zegt dus die 60.000 die houden we als bezuiniging. Hè? Die moeten ze nog steeds bezuinigen. Maar ze kunnen met een plan komen. En als ze dan met een goed plan komen, nee, dat toekomstbestendig is. Wij zeggen van, geef ze gewoon eerst maar gewoon die 480.000 wat er ook stond. Ja. Laat ze dan wel in de jaren met een plan komen van welke kant gaat het op de komende jaren en bepaalt daar het budget op. Dus je wilt toch die bezuiniging terugdraaien? Ja, ja. U wilt wel de bezuiniging terugdraaien en ze moeten met een plan komen voor de toekomst? Ja. Dat is wat sowieso. U zegt. Daar is men sowieso nu mee bezig al hoor. Maar men is even goed bezig met de plan voor de toekomst. Maar wel met die bezuiniging van 60.000 erop. En dan moet de bibliotheek dat lukraak even invullen. En dan wordt die pijn wel verzacht doordat de provincie nog 50.000 bijdraagt. En dan, we vinden het wel jammer dat het plan nu pas, als het dan, we zijn al zo lang, hing het al boven de markt, dat het plan er dan nog steeds niet is. Dat ligt niet aan de bibliotheek. We hebben Albert Haan niet gehoord van D66. Nee, nou, misschien wel de meest de deskundige op het gebied van bibliotheekwerk. Oud-voorzitter van de bibliotheek. Mevrouw werkt al 25 jaar als vrijwilliger bij de bibliotheek. Kijk, wat het punt is, het gaat om lezen en het gaat om leesbevordering. Het gaat niet om stenen, het gaat niet om gebouwen, maar het gaat om boeken, het gaat om leesbevordering. En de mensen die dat moeten gaan stimuleren. En je moet kijken wat je daarvoor nodig hebt. En op voorhand te gaan zeggen van die 60.000, die moet er allemaal af, dat vind ik een stap te ver. Want het is voor mij nog niet aangetoond van dat datgene wat de bibliotheek wil, dat niet met dat budget van die min 60.000 kan. Daar zijn ze nu druk mee bezig om dat aan te tonen. Maar u gaat niet zomaar weer met die 60.000 strooien. Ik vind dat een beetje voorbarig. We praten wel over gemeenschapsgeld, wat ook aan andere dingen besteed kan worden. En wanneer je de wezenlijke functies van de bibliotheek, ook de uitvoering van de landelijke bibliotheekwet, want daar hebben we ook mee te maken, wanneer je dat overeind kunt houden, nou dan zeg ik van, dan kan die 60.000 beter aan iets anders besteed worden. Ja, en ik begreep goed dat het CDA vindt dat die 60.000 er wel weer bij zou mogen als dat een goed plan is.
Er wil iemand in het publiek op. Dat vind ik wel grappig. Dat vind ik wel grappig, want het was het CDA, het was de CDA-wethouder van Financiën zelf die 120.000, 180.000 in de tijd heeft voorgesteld. Het is mooi dat ze daar nu op terugkomen, maar er is ondertussen natuurlijk wel het nodige veranderd. En die veranderingen moet je wel in je nieuwe beleid betrekken. En als dat inderdaad daaruit blijkt dat die 60.000, dat die er absoluut bij moet, dan moet die erbij. Staat hier nu iemand op voor de bibliotheek, begrijp ik dat goed? Ja, ik ben het eens met de heer Haan, maar er wordt hier aan tafel één ding vergeten. In de meerjarenbegroting staat over 2 jaar nog een extra begroting van 120.000 euro voor de bibliotheek ingeboekt. Ja, daar hebben wij tijdens de begrotingsvergadering heel erg tegen geageerd, maar hij is blijven staan. En wij hebben dus een stemverklaring afgegeven bij de begroting dat we daar fel op tegen zijn om nog eens 120.000 euro eraf af te halen. Oh. Wat de mening van de heer Aar, daar sta ik volledig achter. Dat is alleen maar, als het kan, die 60.000, moet het gewoon. Maar die 120.000 euro, maar dat was in het oude systeem. Toen waren de nieuwe taken van de bibliotheek ook nog niet bekend. Want de bibliotheek heeft veel meer taken gekeken, ook vanuit de overheid. Maar die moeten allemaal ingevuld worden. Maar daarom is er nog meer bezuiniging. Zo vlak voor de verkiezingen is het fantastisch om te zeggen van, we geven de abonnementen van de sport, die doen we gratis. De bezuinigingen maken we ongedaan. We doen de toeristenbelasting doen we weg. Nou, we kunnen van allerlei mooie dingen vertellen. Ik beloof u, dan is de begroting niet meer rond. En wij zijn voor een degelijke financiële huishouding van de gemeente. En we zijn er ook voor dat als we met elkaar iets afspreken, dat we ook die route gaan volgen met elkaar. En dat is de betrouwbare overheid. Doet u het voor de verkiezingen nu, mevrouw? Nee, wij doen het niet voor de verkiezingen. Nee. Want het afgelopen jaar en de jaren ervoor was onze insteek steeds om die bibliotheken te ondersteunen en te behouden. Om ook leefbaarheid in de dorpen te krijgen. Wat ook wel echt een belangrijk item is voor ons. Ja, maar het is op dit moment helemaal niet aan de orde van dat er in een dorp een bibliotheek zou gaan verdwijnen. We hebben bibliotheekvoorzieningen in alle dorpen en die blijven bestaan. Maar als je blijft bezuinigen, kan dat dus niet. Ja. Maar daarom moet je ook wel de komende jaren, je moet het traject in van welke kant gaat het op met de bibliotheek. En laat zien waar jullie mee aan de slag willen. De bibliotheek is daar ook aan zo vaak om gevraagd van waar blijven die plannen. En als er een goed plan ligt, goede plannen en goede dingen, daar kunnen we nooit voor weg. Dat is helder. Zo zit gemeentebelangen in elkaar. Zo zit de hele gemeenteraad van de Wolde volgens mij. Ik kom straks even bij u terug, mevrouw Dijkstra. Maar het is druk bij de interruptiemicrofoon. Ja. Dus de Partij van de Arbeid staat ook op. Ja, ik vind het toch wel een beetje flauw. In der tijd zijn die bezuinigingen doorgevoerd. Ik zat toch nog niet in de raad. Omdat het economisch totaal anders bij lag. Als u zegt, ik ben voor een betrouwbare overheid, dan ga ik met u mee. Als u zegt, van als het er niet is, dan moet iedereen een veer laten. Maar nu houden we weer gewoon miljoenen over. En we laten de bibliotheek in de kou staan. Dat is wel zo, Jan. En daarbij vind ik, we zijn geloof ik 100 jaar geleden opgericht. Toen inderdaad men zei van, hou ze maar arm, dan worden ze wel slim en dan komen ze wel doorheen. Nee. Zo werkt het niet. Dit is typische flauwekul van de Partij van de Arbeid. De oude meuk van de Partij van de Arbeid. Typische flauwekul. U mag gaan zitten, door te zeggen dat er miljoenen overblijft. Er blijven structureel nooit miljoenen over. Wat er overblijft is altijd incidenteel. Absoluut. We hebben een sluitende begroting voor de komende jaren. En daar moeten we trots op zijn. Daar moeten we verrekte zuinig op zijn. En niet zomaar weer willekeurig dingen weggeven. Het heeft te maken met het maken van keuzes, hè? Het CDA maakt de keuze en zegt van nou, laat de bibliotheek dat budget houden. En ga dan het traject in van zet een nieuwe visie op papier hoe de toekomst eruit ziet. En kijk dan welk geld je nodig hebt. Maar als je een andere partij maakt de keuze van geen geld naar de bibliotheek, maar wel bijvoorbeeld naar een groot spraakmakend evenement. Waar wij weer niet voor zijn. Dat is wel weer een nieuwe discussie, wil ik even voorkomen. Ja. Dan heb ik een korte reactie van Jan ter Katen. Het is inderdaad het maken van keuzes. En er is destijds gezamenlijk de keuze gemaakt om die bezuinigingen in te zetten. En een aantal partijen trekken zich daar nu dan op voorhand al op terug. Nou, dat kan. En nog even een reactie op de Partij van de Arbeid. Als je met incidenteel geld structurele lasten wil dekken, dan moet je dus elk jaar opnieuw beslissen. Kun je die jeugd ook het volgende jaar dat weer doen? Als er geen geld over is, dan heb je het niet. En dan kun je de jeugd dat ook niet doen. Dus dan moet je van jaar op jaar iedere keer dat doorzetten. En dat hangt dan, zowel de jeugd die dan gratis wil gaan sporten, en ook de bibliotheken hangt dat dan als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Elk jaar opnieuw een discussie, komt het geld er wel of niet? Hebben we geld over, ja of nee? Structurele zaken moeten structureel in de begroting. Ik wil hem graag even samen proberen te vatten om het helder te krijgen voor iedereen. En waar ik benieuwd naar ben, ik hoor hier aan tafel zeggen, nou, laat de bibliotheek met een goed plan komen. En dan kunnen we eventueel kijken of er dan al en niet geld is, maar we gaan niet zomaar dat bedrag uitkeren. De Partij van de Arbeid deed net een pleidooi om
Ik realiseer me dat het makkelijk is nu vlak voor de verkiezing om dat te zeggen. Dat precies. zeggen andere partijen. Maar voor hetzelfde geld zijn er nog andere partijen die ook zeggen... die bibliotheek mag dat geld wel krijgen. Maar het is wel zo, als je structureel geld aan verkeerde dingen uitgeeft... kun je dat ook structureel veranderen. En goed. Dan lukt het jou. Dat is een algemeen statement. Zijn er andere partijen die dat geld aan de bibliotheek willen geven? Of zegt u allemaal, nou, kom maar met een plan. Ik wil iets over de beginsituatie zeggen. Nog één keer, meneer Wiegert, de beginsituatie. Ik mis in het verhaal van gemeentebelangen iets... Want toen wij in het begin gezegd hebben, we gaan 180.000 euro bezuinigen, toen bleek dus dat er dan vestigingen gesloten moesten worden. Toen hebben we als raad gezegd, de volledige raad, wij willen vestigingen, bibliotheekvestigingen, en dat kan in andere gebouwen, maar in ieder geval bibliotheekfunctie zal ik maar zeggen, in de 4 grote kernen willen we in stand houden. Ja. En toen kwamen we tot de conclusie dat dat niet kon met 180.000 euro bezuinigingen. En toen hebben we gezegd, we gaan terug naar 60.000. Mm-hmm. Maar de 2 collegepartijen willen weer naar 180.000 over een paar jaar. En dat is de vraag of dat kan. Even dank voor deze inbreng. Om te voorkomen dat we telkens gaan hebben over bedragen en over het verleden. Wat mij belangrijk lijkt, wat hier aan tafel is gezegd, is dat het gaat om een plan dat de bibliotheek zou moeten maken voor de toekomst. Ja. Waar is die bibliotheek nou uiteindelijk voor? Ik wil eigenlijk dit gesprek afronden met vooral de vraag aan u hier aan tafel. Wat zou dan volgens jullie... die functie van de bibliotheek moeten zijn in de toekomst. Hè? Want hier is redelijke consensus over. Er moet een plan komen en voor goede plannen hebben we geld. Maar wat zou nou een goed plan zijn in de ogen van de lijsttrekkers hier aan tafel? In feite is dat wettelijk bepaald. In de nieuwe bibliotheekwet heeft de bibliotheek 5 functies. En een daarvan is bijvoorbeeld kennisoverdracht, leesbevordering, maar ook debat en ontmoeting. En mensen kennis laten maken met cultuur. Dat zijn allemaal functies die bij de bibliotheek horen. En die willen we wel overeind houden in die 4 hoofdkernen hier in de Wolde. Het is duidelijk dat zo'n plan moet voldoen natuurlijk aan de eisen die eraan worden gesteld. Ja. Hè? Maar heeft u specifieke zaken van die zegt, nou, als de bibliotheek nou daarmee komt, dat vinden we interessant en dan zou er ook geld kunnen komen. Ik denk dat het vooral van belang is van dat je kijkt naar de zaken die je kunt beïnvloeden zonder dat je de kern van het bibliotheekwerk in negatieve zin beïnvloedt. En dat is met name op het gebied van de huisvesting. Ik denk dat er best een heel aantal mogelijkheden zijn waardoor je met de huisvesting dingen gaat veranderen. Waardoor je aan de ene kant efficiënter voordeliger werkt en aan de andere kant je functie nog des te beter kunt uitoefenen. Een bibliotheek ondergebracht in een multifunctioneel centrum werkt veel beter dan een bibliotheek die op zichzelf staat. Daar zijn dingen te winnen. Maar dat komt in het nieuwe plan straks. Hè? Ja. Als ze nu zeggen van, en wat vindt u dat heel erg belangrijk wat de bibliotheek doet? Dat is het lezen voor jongeren en de bibliotheek op school. Dat vinden wij een van de belangrijkste zaken die er is. En er zijn ook een aantal zaken waarvan je ziet van, daar zit heel veel overlap met welzijn. En daar zou wat mij betreft nog wel eens aan een knop gedraaid kunnen worden. Ik ga tot besluit naar mevrouw Dijkstruis. Kunt u iets met deze discussie? Ja, en ik denk mijn chefs ook zeker. En ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat wij al heel weinig ruimte hebben om veel te doen. Ja, maar er wordt hier gezegd, we geven u niet zomaar geld. Hè? U moet wel met een plan komen. Ja, wat vindt u daarvan? Dat is duidelijk, maar ik heb het idee, wat ik gehoord heb, is dat daar wel aan gewerkt wordt. Ja. Ook met mensen van de gemeente. Er is al een eerste informatiebijeenkomst geweest in Ruinewold in de Bunninghof. Ja, daar wordt al aan overleggen met de inwoners van welke kant moeten we op. Dus aan de slag met het plan, maar zorg intussen wel dat dat geld er gewoon blijft dan straks. Dat is eigenlijk uw verhaal. Ja. Oké. Okay. Dank allemaal aan tafel, ook voor de discussie. Ja. Dank u wel.